What's up, broeders? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor de meest extreme video ooit. Vandaag is het weer tijd om te bewijzen dat ik het grootste ego ooit heb. Groter dan die van Jono. Wat? Oh, hi. Wisten jullie nog vorig jaar? Oh, wacht even. Nu komt het. Oh! 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 Smash. Inderdaad, ja, dat is gebeurd. Maar dit jaar is er een nieuwe. Namelijk de Oculus Quest 2. En voor mij is dat het perfecte moment om niet alleen nog een keer het epic geheime wapen in te zetten. Maar ook weer een perfecte kans om Jonas te vernederen. Dus Coolblue, super bedankt voor het sponsoren van deze video. En natuurlijk voor de Oculus Quest 2. We gaan vandaag kijken wat hij in huis heeft. Ik ben ontzettend benieuwd, want ik ben echt verliefd op mijn Oculus Quest. Dus dit kan alleen maar beter worden. Dit papa, smooch. Waarom kijken jullie? Dat is ongemakkelijk. Voordat we beginnen met Joost vernederen en jullie mijn epic gamer skills zien. Heb je interesse in de Oculus Quest 2? Check sowieso het link in de beschrijving. Er zijn een aantal dingen veranderd ten opzichte van de Oculus Quest 1. Hij is namelijk een stuk lichter. Hij is wit. De resolutie is een stuk hoger. En deze heeft dus een fast switch LCD paneel. Dus de resolutie lijkt daardoor bijna op 4K. Ook komt er binnenkort een update waardoor de verversingssnelheid, dus de framerate, 90 hertz wordt in plaats van 72. En niet vergeten, broeders, dit is een standalone VR headset. Je hebt hier geen dikke PC voor nodig. Je kan letterlijk genieten. Gewoon letterlijk zo. Ik geniet nu! Je kan dit dus gewoon oprecht gebruiken waar je maar wilt en het is superleuk. Maar genoeg gepraat. Jonas, als dat je echte naam is. Ik daag jou uit. Ik ga scores neerzetten. En als je ze niet verbreekt, dan ben je een minder epic gamer dan ik. Maar jij denkt natuurlijk dat je mij zomaar kan verslaan. Omdat jouw ego misschien iets groter is dan die van mij. Daar heb je het fout. Ik heb een geheim wapen, Jonas, op het eind van de video. Er is geen enkele manier dat je kan winnen van mij, oké? Maar je mag het proberen. Allright, ik ben er klaar voor. Laten we dit doen. Broeders, hou! Gaan we winnen van Jonas? Laat het weten in de comments. Check na deze video ook zijn video, want ik weet zeker dat hij deze uitdaging niet laat liggen. Oké, epic gamer tijd. De game die nu eerst gespeeld gaat worden is Pistol Whip! Een van de vetste VR games ooit die je geprobeerd moet hebben, broeders. Oh, daar staan jullie. En het nummer wordt Black Magic op normal. Ik weet het, ik kan dit ook al op hard, maar laten we eerlijk zijn. Jonas niet. Let's go! Oh, snel wat uitleg over de game. Je loopt vanzelf. Er komen targets en je moet op het ritme schieten. En je kan whippen om te reloaden. Super sick, echt één van de beste VR games op dit moment. Tenminste voor mij persoonlijk, want ik haal hier echt te veel plezier uit. En je moet de combos ontwijken. Bom, bom! Kom maar, headshots maken, wat leven joh! Is een Gerda! Kom maar, we gaan perfect score. Headshots only. Oh! Epic! Epic, epic! Epic, epic! Easy. Kijk me doen, joh. Sommige enemies hebben armor. Die zijn wel een probleem, maar goed. Weet je. Epic gamer time. Oh, hij is gewoon een kop. Dat hebben jullie niet gezien. Dit zit eruit. Epic editor. Wow. Let's go. Where in? Oh. Oh. No, een paal. Where in? Kom maar, kom maar, kom maar. Next. Oh! Oh shit! In de zonnetem! Nee! Oké, got him. Sick. Weet je, Jonas kan het niet beter. Jonas bakken. De quest was echt heel nice, maar dit is wel echt een vooruitgang. Epic. Oké. Ik begin misschien een beetje te zweten. Game wordt intens. Oh! Nee! Weer hit. Oké, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Lekker! Oh, shit! Dat komt ons lijken, is echt sick. Let's go. Waar is het? Daaronder? Oké. Iets armer. Kom maar. Bom. 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 Oh! Oh, helemaal naar boven. Wow, 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 workout. Fit boy, jongens, gamer fit boy. Ik voel me net John Wick. Echt, maximaal genieten dit. Wow, gast.
Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Wow. Wow. Nog één, nog één. Did I do it? Easy. Easy, brother. Oh. Oké, Jonas. Mijn score. Maar staat er een C? C voor. Kan niet beter. Oké, Jonas. Mijn score is dus 129.100. Met een 76% accuracy. Dat is sick. Wat was dit? Wat? Dat zijn meerdere guns? Oh, sick. Je kan hem customizen? Bro, dat wist ik helemaal niet. Wow, je hebt zelfs sound effects. En ik weet dat je al mijn video's kijkt, Jonas, dus ik hoor jou nu denken. Pff, die score kan ik makkelijk verbeteren. Maar, niets is minder waar, want ik heb een geheim wapen. Laat ik het er even snel bij halen. Oh ja, nu ben je bang, hè? Oh ja, wees maar bang. Wees maar bang. Njo! Njo! Geheim wapen, ben je er klaar voor? Helemaal. We gaan Joost inmaken. Yeah, je bent slecht, Joost. Yeah. Scheld hem uit, man. Kom op, hoor. Scheld hem uit. Potverdorie, Joost. Wij gaan jou inmaken, jongen. Wij eten vla, Joost. Wij zijn sterkteam. Wauw, prachtig. Nou, man. Mag je Let's see what you can. Mag je blijven staan? Klim. Oh. Oeh, auw. Ah, jammer. Ben je nu al dood? Ja. Oh. Gaat-ie. Ik doe het, ik fix het, Rudy. Oh ja, lekker bezig. Ik fix het. Ja. Ja, goed hè. Ja, ik kan wel zien dat de fly door je aderen heen stroomt. Ja, ik kijk niet naar beneden als je het goed vindt. Nee, is goed. Kijk even naar beneden. Ik kijk omhoog. Ja, maar... Ik zie het bijna. Een echte klimmer kijkt ook naar beneden. Nee, nog niet. Eerst naar boven. Ja, volgens mij niet hoor. Ik moet vasthouden. Een stukje. Stukje fly of? Oh nee! Oh, oh, oh! Ik was! Ah! Ik was er! Oh, en nou? Ja, opnieuw. Oh. Kom op, man! Ja! Kom op, niet vallen! Nee! Ik dacht dat je uit Limburg kwam. Stil! Kom even fly door je aderen. Ik kan niet veel, maar gewoon kreeg ik trillende benen. Oh, mamma mia! Ze gaat van Limburgs naar Italiaans. Oeh, ik kan niet zien waar ik heen moet. Je hebt die ene knop, dan kun je zien waar je naartoe moet. Oh, die ene knop. Ja, die knop, knop. Waar moet je laat me niks zien. Je laat niks zien. Jawel, gewoon goed kijken. Ik zie niks. Oh, wacht. Oh, moet ik helemaal daar langs? Adem in. Adem in. Kom op. Oh, dan zie ik het. Dat is helemaal niet. Dat klopt toch helemaal niet, dit? Stel me niet teleur, hè? Nee. Joost, hoe ga jij maken, jongen? Precies, Joost. Ja. Met je hoofd? Ja, je denkt wel dat ik het niet kan. Oeh! Oh nee! Mijn güte! Geen weer Duits spreken? Ja, een beetje. Oh, oh, mijn benen zien müde. Nee! Oh! Dat is een zwommer. Oh, ik kreeg hem niet gefixt. Moet je niet gewoon springen? Nee, ik moet naar beneden klimmen. Ik snap er niks van. Misschien niet om je handjes te krijten, hè? Hè? Zijn die? Oh, die zien een beetje rodend worden. Ja, maar ik zie geen krijt. Nee, dan moet je die knop induwen en shaken. Ja, maar dan moet het toch ook... Shaken, man. Shake. Ja. 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 Kunnen we met de hand stukken beneden. Het verbaast me wel dat we elkaar nog niet in het gezicht hebben geslagen. Oh! Ik kom die. Oh. Ik kom die hoek niet om. Kom, kampioen. Even ademen. Ja. Kom, het is niet je eerste rodeo, hè? Nee, nee. Nee, precies. Komt goed. We geven nooit op. We geven nooit op, nee. Mijn moeder krijgt een stukje fly als ze het haalt. Zeker weten. Ze weet niet van ophouden. Oh, oh goed. Zo, goed. Zo. Heb. Oh! Ik geef niet op. Ze geeft niet op. Nee. Kijk. Nee. Oh. 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 Oh, oh nee. Ja, ik had hem bijna. Ik stond bijna erbovenop op de... Fouten kunnen niet worden getolereerd, moeder. Nee! Wij zijn beter dan Joost. Wij zijn zeker beter dan Joost. Je bent mijn geheime wapen, man. Ja. Hé, niks! 200. Omlaag. Omlaag. Ik stond er toch. Ik had helemaal eraf. Oh, ik had helemaal vast. Dat was de laatste regel. Ja, dat was niet een regel. Dat was gewoon een plateauotje waar ik op kon staan. Ja, dan moet je met twee handen moet je pakken en dan de handen omlaag duwen. Ja, dat heb je niet gezegd. Nee. Fouten worden niet getolereerd. Ja. Je doet het voor fly. Duidelijk zijn. Fly. Duidelijk zeg zijn. Het na. Fly. Fly. Joost is stom.
Appenfly. Nee, Joost is stom. Hoezo is Joost stom? Hij is gewoon slecht. Ja, dat weet ik. Ja, en dan naar beneden duwen en dan? Sta je er nu op? Sta je er nu op? Ja, hoe moet ik erop? Ja, sta je erop of sta je er ja, niet op? Ja, ik heb mijn hand op de grond. Wat doe je nou? Nou, ik kom ook, moet ik erop? Ja, maar je hebt ook twee handen, wat doe je ja, nou? Ja, moet ik kan mijn voeten toch niet verzetten? Ja, maar ben je erop geklommen of niet? Ja, mijn handen hangen eraan. Ja, hang je dan? Hoe kan ik ervan op? Beweeg je handen even. Oh, nee. Ben je weer gevallen? Ik had toch geen... Kom, moet ik er dan op? Heb je hem? Yay! Yes, we zijn de beste! Hey! High five! High five! Ja, maar... Ik heb hem gehaald. Ik ook! Ja, ik sta op een plateauotje, sta ik. Wat? Nou, moet ik nog hoger? Wacht, ja, ik ga er boven op die spits. Oh, dat vind ik wel leuk. Oeh, sta ik hoog. Ik durf niet te kijken. Ja. Nou, ik ben hoog. Nou, kom. Komt erop? Ja, nee. Kom terug. Waarom kan ik er niet op staan? Sommigen kun je niet opstaan eigenlijk. Ik hang. Oh, oeh. Oeh, die kraakt. Die kraakt. Oeh, die kraakt. Dat is een krakertje. Oeh. Hoe kom ik nog in die andere? Oeh, hoe kom ik nog? Mama. Zit je nog naar je moeder te roepen? Oh, nee. Het zit geen niet hard. Je ziet geen niet. Dus ik ga je pakken en inmaken, Joost. Ja. Net als een kerstcadeautje. Ja. Yeah. Ben je er? Ik heb hem vast. Hoe komt het er nou op? Gewoon pakken en omlaag duwen. En niet bukken. Hé! Oh. Hey. Nee! Oh. Nee! Au, 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 kom op, je was net au, zo sick aan het klimmen. Ik stond er toch op? Als je een kans wil maken op een erfenis, man, dan moet je dit halen. Heb je het gehaald? Oh, yes! Zo! Oh. Nou, laat die biceps even voelen nu. Oh, yeah! Oh, joh. Niet normaal, yeah. Bijna de komt die voor oh, mij. Oh, wat een wereld. Zo. Oh, moet ik nou de zee in duiken? Wat was je tijd? Moet ik nou duiken? Nee, nee, je bent nu klaar. Oh. Je kan op de bank zitten nu. Oh. Nou, de score is... Nu moet je dat weten. De score nee. Is? Nee, hoef je niet te weten, hè? En hoezo niet? Weet ik niet. Is heel goed, toch? Oh ja, natuurlijk. 13.628. Microseconden, nice. Lekker. Yeah. Lekker mee. High five, nogmaals. Oh, sorry. Wat ben dan? Ach. Lekker, oh, lekker man. Oh, was heel mooi. Lekker. Blijf okay. Vannacht hier slapen, goed? Ik ga weer terug naar mijn eigen hok, oké? Ja, en ik ga hier slapen. Njoo! Njoo! Nou, ik ben benieuwd of Joost beter is dan ik. Check sowieso de video op zijn kanaal even snel. Ik ga hetzelfde doen, dus laten we met z'n allen uitlachen. Of... Hij gaat niet winnen. Nee, hij gaat niet winnen. En Coolblue, super bedankt voor deze Oculus Quest 2 en de sponsor van deze video. Ik heb het weer super erg naar mijn zin gehad, ook met mijn moeder natuurlijk. Die vond het ook fantastisch. Achteraf heeft pap het ook nog uitgeprobeerd en die... Nou, die was ook wel een goed uur zoet, zeg maar. Dus het is oprecht een hele leuke toevoeging. En ook een hele vooruitgang ten opzichte van Oculus Quest 1. Dus Coolblue, mega bedankt. Jongens, heb jij interesse? Check snel het link in de beschrijving. Haal hem, koop hem, zet hem op je kop en dan ben je een soort van op vakantie. Maar dan in virtual reality. Hoi, thanks voor het kijken broeders. Zie jullie in de volgende. Hey! Ja, doei!